Nou, lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag 27 juli. En we leven om 7 minuten over 2. En ik wens jullie natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Er was vandaag wel wat te doen. Vanochtend al bij tijd in een andere wijk. Het is ooit vroeger een dorpje apart geweest. Maar ja, het is bij Den Helder getrokken. Het heet Huisduinen. We noemen het nou gewoon een andere wijk. Daar kwam vanaf het strand, we hadden de strandvierdaagse. Maar ja, ik kan niet op het strand komen. Dus ja, de hele week is dat al dus bezig. En dan kwamen ze hier weer binnen in Huisduinen. Maar vanochtend vroeg al, nou, geen zin erin. En het is ook druppelend geweest. Ze komen gewoon binnen, ze worden niet onthaald, laat me zeggen. Het is niet interessant genoeg eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Het is een hele prestatie en ik vind het jammer dat ze in Huisduinen niet echt florissant in worden gehaald. Nee, maar ja, dat had muziek moeten wezen, vind ik. En de familie met bloemen, vrienden, kennissen, noem maar op. Net zoals met de avond vierdaagse, ja. Maar ja, ze hebben wel hier en daar een bloemetje in de handen, maar dat is dan onderweg gebeurd. En voor de rest niks. Dat ik ga straks wel even de hort op, maar ik ga eerst mijn camera even leegmaken, ja. Dus ik weet niet waar ik naartoe ga, ik weet niet of ik wat zie, maar ik wil er wel even eruit. Dus of ik wat tegenkom is vraag 2. Maar ik zeg jullie wel, geniet van jullie dag. En het zonnetje schijnt, ik laat lekker alles dicht. Dat ding dat staat weer lekker te brullen, die zullen jullie wel horen. En Frode die ligt daar, die heeft eten gehad. Eeuwen die heeft eten gehad. En Kamalf is naar boven toe, die heeft ook eten gehad. Dus ik heb zelf al eten gehad. Dus dat is allemaal goed gekomen. Ik ga nou de camera leegmaken, ik zou zeggen. Lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Nou, kijk eens aan, lieve vrienden, hoe mooi dit nou is, hè? Is dat niet een prachtig gezicht? Ik zei van de week al, het is iedere dag weer een ander gezicht. Dat zei ik op Facebook nog. Iedere dag is het uitzicht op zee weer heel anders. En zo zie je als je heel goed kijkt. Ik zie het zelf niet door de camera heen, maar ik zie het met mijn blote oog. Zie ik op Texel het kerkje van Den Horen staan. Ja, hoe geweldig is dat, hè? Het is zo bijzonder. Echt geweldig mooi, hè? Genoeg te doen. Allemaal bootjes.
mooi gezicht, hè? Echt geweldig. Ja, ik vind het mooi. Thank you.
Ja, lieve vrienden, dit is het met de zeevaartschool te maken, et cetera. Begint die kant op, staat het bord. Dit is een school, een hele grote school. Er staat daar ook nog een gedeelte achter de bomen. Maar ik vind dit zo mooi, hè? Ik noem dit een kasteel, ja. Waarom? Torentje? Ja. Maar hier heeft onze koning Willem-Alexander opgezeten vroeger. Ja, ja. Dus hoe bijzonder is dat? Dat je dat hier in de helden mag hebben. En ik vind het een plaatje. Echt heel erg mooi. Of niet dan? Het is echt bijzonder. Echt heel mooi, hè? Ik kan daar helaas nou momenteel niet voorkomen, omdat die stoep daar ging, ze heeft niet een taluutje. Dat ik daar met de booster bij op kan rijden. Ja, en ik heb mijn booster ook hier nergens parkeren dat het veilig is. Dat gaat dus ook niet. Ze hebben het over onweer en hagel op de radio. Het gaat lekker. Maar bijzonder mooi vind ik dit. Anno 1869. En het is 3:05, klopt dat? Even kijken. Ja, klopt. Klopt als een bus. Ik loop nog gelijk op met mijn horloge. Ik heb met de booster niet, want die heeft er 5:02. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Ook dat tuintje er zo omheen. Helemaal keurig netjes gemaaid. Degene die dit gaat maaien, die moet niet bang zijn dat hij naar beneden kukelt. Zo schuin is dat. Ik zou met mijn booster er niet op durven te rijden. Nee, niet in de lengte richting. Zo, nee. Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer verder.